Ontslagnemend federaal premier Leterme wil onderzoeken of de horeca compenserende maatregelen nodig heeft voor het rookverbod. Unizo en Horeca Vlaanderen hebben hem alvast een lijst met wensen gegeven. Ze deden dat tijdens een kroegentocht in Oostende. Carlijne Everaert ging mee. Dat is mooi. Serke, wat is het probleem? Yves Leterme die zijn oor te luisteren legt in een bruine kroeg. Het is niet alledaags. En intussen, sinds het rookverbod, is de kroeg niet meer zo bruin, want rokers gaan nu op het terras om te roken. Maar zo nemen ze de plaats in van andere klanten. Op het terras heb ik heel veel minder klanten nu. Want die mensen die op het terras normaal zitten, gaan niet binnenkomen. Het is mooi weer voor hen ook natuurlijk. Hè. Dus dat is wel een enorme daling in de omzet. Unizo en Horeca Vlaanderen spreken van een omzetdaling van 10% tot 50% bij de cafés. Daarom vragen ze compensaties. De cafés hebben al een vrij nauwe marge waarbinnen zij moeten opereren. Wel, die schok die daarbij komt, die gaat ervoor zorgen dat heel veel cafés eigenlijk geen marge meer hebben. En vandaar ook dat we compenserende maatregelen vragen. De belangrijkste maatregel is enerzijds een directe maatregel, een btw-verlaging naar 12% of 6%, ook voor dranken. Dat geeft een beetje zuurstof voor die cafés. En een tweede belangrijke maatregel is een flexibiliserende maatregel. Is zorgen dat gelegenheidsarbeiders, gelegenheidswerknemers minder duur worden, dat de loonlasten daarvoor dalen. Leterme kan met een regering in lopende zaken niets beloven, maar wil het verlanglijstje wel onderzoeken. Er zijn al een aantal stimulerende maatregelen, maar misschien moeten we die eens herbekijken. Zeker voor een periode die we nu voor ons hebben, waar je voelt dat die cafébazen om zich aan te passen aan de wetgeving effectief kosten hebben.